Als hij aan het tekenen was, dan stond hij onder hoogspanning. Eén fout lijntje en dan kon de hele tekening weg. Kan hij helemaal over? Ja, dat is wel vervelend hoor. Het leven is soms lastig, hè? En als hij dan zo'n fout lijntje zette en dus de tekening mislukt was, dan begon hij altijd ontzettend op zichzelf te schelden. Verdomme. Godverdomme klootzak. Lul! Hebt u tijdens de feestdagen misschien uw kinderen ook verblijd met dat kwartetspel van de tekenaar Peter Vos? Dat verrukkelijke spel wat voor kinderen helemaal heerlijk moet zijn om te zeggen: heb jij van mij een luistervink, dan krijg je van mij de snot aan. Dan heb ik nog wel een werkezel voor je. De Beestenkwartet, dat was zo'n succes dat die ineens een bekende Nederlander werd. Werd die geïnterviewd en moest hij op tv. Maar zo gauw er een tentoonstelling van hem was, dan ging hij zelf in een hoekje zitten drinken en hij wilde eigenlijk liever niks mee te maken hebben. Hij vond het ook moeilijk tekeningen te verkopen. Hij gaf ze liever weg. Hij was al zo blij als iemand het mooi vond, dat hij het dan gewoon riep van: hier, neem maar mee. Leuk, fijn dat je het mooi vindt. Volgens papa ben ik begonnen op mijn derde. Die zag heel veel in Peter. Maar die moest dus echt een beroemde tekenaar worden. Je moet de beste tekenaar van Nederland worden. Ja, 17 jaar, dat is toch niet te geloven? Toen ik dat zag, ik viel bijna van mijn stoel. Ongelooflijk, wat een talent. Nooit iemand in de hele wereld heeft zulke tekeningen gemaakt. Het eerste sprookjesboek was een grote hit. Een soort Sisyphus-klus. Hij had er ongelooflijk de pest aan. Hij kon er niet genoeg van krijgen. Ik zit voor mijn tekenbordje en ineens vallen de tranen uit mijn ogen. En toen zei hij, laten we niet gaan verhuizen, er zal iets verschrikkelijks gebeuren daar. Zijn vader was dood, zijn moeder was dood, zijn broer was dood. Hij was gescheiden en was heel depressief geraakt. Totale radeloosheid. Iemand die in het openbaar gaat zitten kakken. Door wie ben je dan nog? Lieve Sander. Reizen in zulk vrolijk, kwekkend gezelschap, waarin zulke kalme zwevers en klapwiekers, is goed tegen ongelukkige liefdes. Ik word er vrolijk van. Dat levenslustig en bewegen, dat... Waar zou ik nou eens heen gaan? Oh nee! En dan midden in de lucht weer een ander plannetje en zo. Hij wilde altijd vogels hebben in de buurt. Is me later pas gaan opvallen hoe waanzinnig goed hij die zangertjes tekenen. Die zitten geen fractie van een seconde stil. Je kijkt nog eens goed naar het origineel. Dan denk je, hè, nee, dat voorhoofd is iets steiler. Dat oog zit iets meer naar links. Dat mondhoekje is leuker. En zo bouw je het langzamerhand op. Schets na schets na schets. Tekenen, 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 tekenen. Het is dat hij zijn geld ermee kon verdienen, maar anders zou je zou het ook als een ziektebeeld kunnen zien natuurlijk. Dan moet je bij een psycholoog wezen, niet bij mij. Nee. Ik kan je iets vertellen over tekenen, maar verder bijna over niks. Peter zei altijd, in je werk kun je je niet verbergen. Dus als je naar mijn werk kijkt, dan zie je wel hoe het zit. Als je goed kijkt. Ik ben om te kijken en niet om bekeken te worden.